Vitesse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Swoop. Dit seizoen maakten vier talenten uit de Vitesse Voetbalacademie hun debuut in de Eredivisie. Lars ten Tijen, Jeroen Houwe, Thomas Buitink en Jesse Schuurman debuteerden in het betaalde voetbal. Ik ben Lars ten Tijen, ik ben 20 jaar. Ik speel voor het 11e seizoen bij Vitesse. En dit is mijn eerste jaar bij de eerste selectie. En ik heb mijn debuut gemaakt tegen Excelsior uit, 0-3 overwinning. Ik ben Jesse Schuurman, ik ben 20 jaar. Speel als middenvelder en ik heb mijn debuut gemaakt in de 7-0 overwinning tegen Sparta Rotterdam. Ik ben Jeroen Houwe, ben 22 jaar, doelman en maakte mijn debuut tegen Groningen. Ik ben Thomas Buitink, ben 17 jaar en ik maakte mijn debuut tegen Feyenoord thuis met de overwinning 3-1. Voelt spanning, maar als je het veld op een gegeven moment ingaat, dan ben je alleen maar met de wedstrijd bezig en voel je die spanning eigenlijk niet meer. Dat had niet veel gescheeld of je had ook gelijk gescoord? Ja, na 20 seconden kwam er net niet bij. Maar het was wel mooi geweest, maar mijn debuut was belangrijk. Een beetje zenuwachtig natuurlijk. Maar als eenmaal die wedstrijd begint, dan is dat eigenlijk ook snel weg. En inmiddels ben je gewoon een vaste waarde in het eerste elftal. Ben je het eerste doelman? Ja, daar ben ik blij mee. Ik probeer het iedere wedstrijd te laten zien. En me te verbeteren iedere week, op trainingen ook. Tot nu toe gaat het goed. En hoe is dat nu om elke week eigenlijk onder de lat te mogen staan in alle stadions met de supports om je heen? Ja, dat is mooi. Dat is waar je het voor doet. Ik begin langzaam een beetje te wennen, maar toch ontdek ik steeds nieuwe dingen. En dat is goed voor mij om door te ontwikkelen. Ja, gewoon genieten ervan. Ja, het was 7-0. Het was gewoon prachtig. Ja, je kan er niet veel meer verkeerd doen. Je staat 7-0 voor. Je moet gewoon van genieten. Dit zijn momenten die je eigenlijk nooit meer meemaakt. Dus dat was eigenlijk het belangrijkste wat ze tegen me zei. Geniet ervan. En zo gaat het misschien wel vaker komen. En is dat gelukt, het genieten? Ja, zeker. Ja. Het was heel mooi. Het waren niet superveel minuten, maar minuten zijn minuten. En een debuut, dat vergeet je niet meer. Dus dit ook niet. En vooral met 7-0, dat staat ook... Vitesse en geschiedenisboeken en ik was daar onderdeel van. Het was eigenlijk begonnen toen, ik was eigenlijk nog in de onder-19, tweede seizoen zelf begon ik. En toen hoorde ik dat ik doorgeschoven werd naar Jong, Vitesse. En toen was de week dat Tim het afgeschorst werd. En toen moest ik meetrainen met het eerste en toen zei Nicky tegen mij dat ik bij de selectie zat. Dat was tegen ADO. En toen had hij helaas niet mijn debuut gemaakt, maar dat weekend daarna was eigenlijk nog mooi om een debuut te maken tegen de topclub Feyenoord en dan ook nog te winnen met 3-1. Ja, dat was top. Je stond aan de rand van het veld om op het punt om in te vallen. Volgens mij Van Persie ook nog naast je, of niet? Ja, klopt. Van Persie stond ook naast me. Ja. Ik heb niet echt veel mee van gekregen, maar toen ik het terug zag, vond ik het toch wel leuk en speciaal. Ja. En je liet gelijk ook goed van je spreken, want onder andere Jan-Arie van der Heijden die heeft gelijk kennis gemaakt met Thomas Buitink. Ja, er was niet zo heel veel aan de hand, voor mijn gevoel, maar dat vond hij wel. En toen wou hij zich even laten horen en gewoon, dat accepteerde ik op dat moment niet. Maar achteraf, er was niet zo heel veel aan de hand. Waar gaat het heen de komende jaren? Nou, ik hoop met ons allen dan dat we de goede kant op, dat we gewoon met z'n allen op een gegeven moment in de basis staan daar. En mooie dingen met Vitesse kunnen bereiken, maar dat is afwachten. Maar... Ze zijn allemaal positief, denk ik, en ik denk dat we wel hopen dat het gaat lukken. Vitesse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Swoop.